Sander Schelberg. Net weer een persconferentie gehad, een bijeenkomst. Waar staan we op dit moment in Twente? Nou ja, we staan niet anders dan in bijvoorbeeld het westen van het land op een cruciaal punt. Een nieuwe noodverordening, de 14e noodverordening, conform de lijst die de premier en minister De Jonge ook aangaf. En dat betekent dat we bijvoorbeeld de horeca moeten sluiten en dat er dus met andere woorden heel veel maatregelen moeten worden genomen. En wij staan dus nu met elkaar als samenleving ervoor, dran uitvoeren wat de regels zijn om te zorgen dat dat coronavirus de kop ingedrukt kan worden. Even over die noodverordening. In hoeverre mag de veiligheidsregio Twente nog aan de knoppen draaien? Nou ja, het zijn twee dingen. In hoeverre zou je het mogen en in hoeverre zou je het willen? Om te beginnen denk ik niet dat er ruimte is nu voor ontheffingen. Maar de verordening juridisch geeft daar ook geen mogelijkheden voor. En dat is ook logisch gezien het aantal besmettingen. We staan er nu met z'n allen voor. Het gaat nu echt om het volgen van de regels. Daar bent u net ook echt nadrukkelijk op geweest. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het is nu ook geen tijd meer voor onszelf om af te vragen en te discussiëren over die regel of die wel nuttig is of niet. We gaan hem uitvoeren en er is ook geen ruimte. En regel 1 is gezond verstand. En niet zoeken naar de ruimte die de regels je geven, maar zoeken naar de ruimte in je hoofd om na te denken, is dit wel verstandig? En volgens mij moeten we daar nu aan. We zijn nu echt een aantal maanden verder. We zijn oktober. Wat is nu anders dan in april, maart bijvoorbeeld? Ja, misschien was het maart dat we echt een hele onbekende vijand hadden. En dat we dachten, wat gaat ons in hemelsnaam gebeuren? We hebben die piek gehad. We hebben wel gezien wat er gebeurde. Veel mensen op de IC's. Ook een van de doelstellingen om dat zo streng mogelijk terug te brengen. Maar hij is complexer geworden. Hij is breder geworden. Jij en ik, iedereen, we zien nu coronapatiënten om ons heen, de buren, collega's, vrienden, familie. Hij is dus wat mij betreft dichterbij gekomen. Maar hij is ook complexer gegaan in de oplossing van het geheel. En ja, dat maakt het eigenlijk, vind ik, ook veel complexer. En nog meer de reden dat we met elkaar het gezond verstand moeten gebruiken en samen coronavirus in Twente eronder moeten krijgen. Nu een gedeeltelijke lockdown, de horeca onder andere moet dicht. Ik kan me voorstellen dat u als burgemeester, maar ook als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio contact hebt met die horeca-eigenaren. Ja. Wat hoort u? Ja, veel leed. Daar hoor ik echt veel leed. Mensen die een tent hebben opgebouwd, die misschien met dat laatste spaargeld die eerste 3-4 maanden hebben overleefd. Een heel klein beetje adem hadden in de afgelopen maanden, maar nu echt wel ten einde raad zijn. En dan kan ik helaas alleen maar een luisterend oor zijn. Voor hen hopen dat als wij allemaal die regels doen, dat we dan weer zo snel mogelijk de horeca weer open kunnen doen, mits verantwoord. En dat ligt in onze handen en niet in die van de horeca. En dat beseffen ze ook en dat maakt ze ook zo moedeloos. Hoe frustrerend is dat dan voor een burgemeester of voorzitter? Nou, het is frustrerend voor de zorgmedewerkers. Het is frustrerend voor die horecamensen die zo goed hun best hebben gedaan de afgelopen maanden. Dat wij als samenleving kennelijk nog niet doordrongen waren van de serieuze maatregelen die we hebben. Met andere woorden, het is frustrerend als het niet gebeurt. Maar daarom zo noodzakelijk om met dat gezonde verstand aan te zetten en te zeggen, ik zoek niet de randen op, ik discussieer elkaar niet het ziekenhuis in. Ik sta ervoor dat we samen dat coronavirus in Twente eronder krijgen.